Ik ben Joost Kaan en ik schaam me niet meer voor mijn kwetsbaarheden. En een tijdje geleden heb ik jou gevraagd of je met mij in gesprek wilde gaan over het thema schaamte. Ja. Wat was de reden voor jou dat je dat wilde graag met jou doen? Omdat ik er zelf ook heel veel last van heb gehad, schaamte. En sinds het beter met me gaat, ook probeer mensen om me heen op hun gemak te stellen erin en probeer te helpen over die schaamte heen te komen. Eigenlijk wat ik op dat moment nodig had, probeer ik nu voor andere mensen te zijn ook. Ook deels denk ik omdat ik een man ben. En ik denk dat mannelijke schaamte ook nog best vaak onderschat wordt. Mannelijke schaamte neemt toch de vorm aan van dat je niet emotioneel mag zijn, je niet mag huilen. Een beetje die macho cultuur. En daar probeer ik me ook actief tegen te verzetten. En wat betekent dan schaamte voor jou? Wat betekent schaamte voor mij? Het is een blokkade die je voelt om echt jezelf te kunnen zijn. En die blokkade is over het algemeen sociaal of cultureel bepaald. Dus het komt niet echt uit jezelf. Als je die schaamte echt heel eerlijk gaat bekijken, dan merk je dat die eigenlijk niks met jou te maken heeft, maar iets met de ander. Je schaamt je omdat de ander dat niet oké vindt, of omdat de ander dat afkeurt, of omdat dat niet is hoe je bent opgevoed. Dus met je opvoeding bedoel ik van de perceptie die jij hebt van wat mensen oké vinden en niet. En als je daar een beetje los van kan maken, dan kom je denk ik gewoon een stapje dichter bij jezelf. Dan kan je ineens dingen doen die je voorheen niet durfde, omdat die schaamte gewoon te groot was. Maar er kunnen heel veel dingen zijn waar je over schaamt. En ik denk ook niet dat het doel moet zijn om schaamte uit je leven te halen. Ik denk dat ik heel erg een fase heb gehad, namelijk dat ik daarmee bezig was, om proberen gewoon nooit meer schaamte te voelen. En daar kwam ik denk ik wel een beetje bedrogen uit. Want dat kan je een hele tijd kan je doen alsof. Maar uiteindelijk haalt het je toch in. Maar wat wel kan, is die schaamte gewoon aanvaarden als deel van het leven. En alsnog je eigen ding doen. Wanneer is voor jou schaamte een blokkade? Als het je belet om de dingen te doen zoals je ze echt wilt doen. Als het je weerhoudt om je emoties te voelen bijvoorbeeld. Als het je gewoon echt blokkeert. Als het een blok in je maag vormt, weet je wel, dan doe je gewoon niet de dingen die je eigenlijk zou willen doen. En denk je dat zo'n blokkade snel op te merken is? Alleen we zijn er nog niet bepaald voor getraind of zo. Ik heb er dan heel veel therapie voor nodig gehad. En ik denk dat voor veel mensen geldt. En dat. Ik denk dat als je het eenmaal kan, dat het makkelijk is. Ja. En je zegt net dat je therapie nodig had voor jezelf om de blokkades te voelen of te zien. Waarom denk je dat je dat nodig had? Omdat je onbewust als kind en in je jongvolwassen leven op een manier getraind wordt toch om op een specifieke manier dingen te tonen, dingen te voelen. En daarin is de werkelijke emotie, daar is niet dat ruimte voor. Dan zit je gewoon
vast, dan komt het er niet uit. Dan ga je het kloppen, denk ik. En zou je wat meer kunnen vertellen over jouw proces daarin? Dat is een grote vraag natuurlijk. Dat proces dat duurt jaren. Ik heb daar meerdere periodes voor nodig gehad. De eerste stap is aan jezelf toe durven geven dat je hulp nodig hebt. Dat je er zelf niet uitkomt. Dat is stap 1. En dan komen er gewoon steeds meer stappen. Dan op een gegeven moment ga je beseffen hoe diep het eigenlijk gaat. De dingen die je voelt. Ga je beseffen dat je misschien toch stiekem best wel anders bent dan hoe je jezelf voorgehouden hebt. Zoals ik zeg, daar gaat gewoon jaren overheen. En vaak heb je er een crisismoment voor nodig om werkelijk te realiseren hoe diep het zit. En dan kan je echt de diepte in, denk ik. Ik kwam op een gegeven moment echt een maand lang mijn huis niet uit. Omdat ik gewoon zo diep zat, vast in die angst en die emoties die ik voelde. Dus daardoor kreeg ik last van een soort straatvrees. Wat ik zeg, gewoon echt een maand bijna mijn deur niet uit ben geweest. Op een gegeven moment heb ik een soort brief geschreven. Aan mezelf, maar ook aan mijn partner en aan mijn toenmalige therapeut. Ook aan mijn ouders, om gewoon aan te geven hoe slecht het met me ging. En dat werd opgevat als een afscheidsbrief. Terwijl dat helemaal niet zo bedoeld was. Ik was ook niet suïcidaal. Voor mijn gevoel niet, in ieder geval. En de volgende dag zat ik ineens bij de crisisdienst. En vanaf daar gingen er balletjes rollen. Kon ik ineens bij een driedaagse angst- en dwangtherapie groep meedraaien. En daar langzaam uit de dal geklommen. En wat was voor jou de trigger of de reden dat je uiteindelijk een maand thuis zat? Daarvoor afgaand aan. Nee, die triggers die waren al jaren geleden eigenlijk al geweest. En je probeert je gewoon staande te houden. En je blijft maar proberen oplossingen te verzinnen. En ik was al naar een therapeut gegaan, weet je. En die kon me ook best aardig helpen. En ik maakte al wel stapjes en zo. Maar kuttig aan zo'n proces is dat naarmate je er meer in komt, er ook meer uitkomt. Dus net op het moment dat ik het gevoel had dat ik er goed mee bezig was, overmande me het weer, omdat er gewoon nog meer uitkwam. Ik had zoveel opgekropt. Dus er was niet per se één specifieke trigger. Alleen op een gegeven moment bereik je een punt dat je gewoon niet meer kan. Dus ik was moe gestreden, denk ik. En als iemand dit kijkt. Ja. En die herkent jouw verhaal met dat het een stap is om naar buiten te treden met het gaat niet lukken alleen. Ja. Heb je daar een tip voor? Gewoon volledig eerlijk zijn, denk ik. De reden dat ik uiteindelijk de hulp heb gekregen die ik nodig had, was omdat ik volledig eerlijk was. Ik was het punt voorbij. Ik was de schaamte voorbij. Het ging dusdanig erg met me dat ik me er niet meer om kon schamen, want daar was niet ook nog ruimte voor, zeg maar, snap je? Ja, je moet mensen en organisaties, denk ik, ook in staat stellen om je te kunnen helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat mijn moeder, die overigens alles voor me over heeft hoor. Maar ik denk dat mijn moeder ook niet door had hoe slecht het ging. Dus ook niet elke dag hier over de vloer kwam of zo. Terwijl toen ik die brief stuurde, was er volgens mij diezelfde avond nog, of de volgende dag, weet ik niet meer, stond ze voor mijn deur. En nam ze me mee naar die crisisdienst. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat iedereen heeft ook zijn eigen leven. Hè? En iedereen moet ook voor zichzelf zorgen. Dus niet iedereen kan altijd voor jou zorgen op dat moment. En zo moet het ook niet zijn. Maar doordat ik die brief schreef, beseften mensen van, die Joost, die moet even een paar stapjes hoger op mijn prioriteitslijst komen.
die heeft echt even hulp nodig. En zo werkt het denk ik ook bij organisaties. Ja, je moet geen doekjes omwinden, denk ik. Ik denk dat je echt eerlijk moet zijn. Denk je dat je nog niet duidelijk naar je omgeving communiceerde dat het zo slecht met je ging? Of denk je dat mensen het niet lazen? Een beetje van beide, denk ik. Iemand, zeg maar, andere mensen kunnen niet voelen wat jij voelt. Ja. Dat soms is natuurlijk altijd zo. Soms kan het wel zo voelen. Als je heel erg in je emoties zit en in je pijn. Dat het soms voelt alsof anderen... Ja. Zo van, jongens, dat zie je toch wel. Je ziet toch hoe slecht het met me gaat. Maar ja, mensen zien dat niet altijd. En dat is, ja, je ziet dat van de mensen om je heen ook niet altijd. Daarom dat je ook daar altijd, denk ik, ook bij je vrienden en bij mensen om je heen ook altijd goed op moet letten. Want het is een heel bevrijdend gevoel als iemand je dan eindelijk die erkenning geeft op een gekke manier. Zo van erkenning van, oh shit, het gaat echt niet goed met je. En oh shit, ik moet echt even iets voor je gaan regelen. Daarom had ik die crisis nodig. Ik kon daar niet kwetsbaar genoeg in zijn. Ik kon de dingen niet voelen zoals ze werkelijk waren. Ik kon de dingen niet verwerken die ik moest verwerken. En die kwetsbaarheid heeft een paar dingen nodig. Het heeft ten eerste begrip nodig van je omgeving. En een veilige plek waar je er echt aan kan werken. En dat heeft die therapie mij heel erg gegeven. Het heeft me de geborgenheid gegeven van het is goed zoals je bent. De therapeuten die er rondliepen, die waren stuk voor stuk echt van gewoon wereldniveau. Die konden mij tegelijkertijd heel erg geborgen laten voelen. Maar ook streng voor me zijn. Ik weet nog bijvoorbeeld dat ik de allereerste dag van die therapie... was ik door omstandigheden 5 minuten te laat. En ik mocht er gewoon niet in. En ik weet nog dat ik daar misschien iets tennis geschopt heb. Maar er kwam een heleboel weerstand naar boven. Van jongens, what the fuck is dit? Ik ben 5 minuten te laat op mijn eerste dag. Ik maak er niet zo'n punt van. Maar dat was een soort consequentheid die ik denk ik vroeger ook niet gehad heb. Ja, dat heeft gewoon heel erg geholpen uiteindelijk. Betekent het woord moed nu voor jou? Ja, moed is in die zin een beetje de tegenhanger van schaamte. Dat je durft je tegen... Ja, het voelt gewoon zo alsof je tegen een rivier in aan het zwemmen bent. Tegen de stroming in aan het zwemmen bent. En dat vergt gewoon heel veel kracht, heel veel moed. En ook een zekere koppigheid. Ik ben heel erg koppig. En... kan heel erg koppig zijn. En op dit vlak was ik gewoon heel erg koppig van... ik ga dit fucking oplossen. Ik ga niet zo nog 10 jaar leven. Ja, dus dat is een zekere vorm van volhardendheid. Op welke manier helpt delen voor jou in het doorbreken van schaamte? Verschillende aspecten eraan. Ten eerste dat als je het deelt... en je merkt dat de reactie een stuk minder heftig is dan waar je bang voor was... Dat je je leert te realiseren van, oh, oké, het valt wel mee. Want schaamte heeft de neiging om soort doemscenario's te creëren. Van, oh, als ik dit deel, dan wil niemand meer iets met me te maken hebben. Of dan vindt iedereen me super lame of wat dan ook. En als je dan merkt dat je toch eigenlijk best wel veel steun krijgt van sommige mensen. Dan helpt dat het besef te creëren van, oké, het valt wel mee. I got this. En... door het te delen ben je eigenlijk, ja, je bent gewoon op dat moment echt aan het oefenen met jezelf zijn. Je bent aan het oefenen met de dingen zeggen zoals je ze werkelijk wil zeggen. En naarmate je daar steeds meer mee oefent, lukt het je in het dagelijks leven ook steeds beter. En dan kom je dus bij stukjes kwetsbaarheid van jezelf die je nog nooit zo op die manier gevoeld hebt of in ieder geval nog nooit... geuit hebt aan iemand. En al die arbeid die je daarin stopt, die loont gewoon op een gegeven moment. Want door ermee bezig te zijn, wordt het minder zwaar.